Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 19 augustus. Er zijn vandaag zonnige perioden, maar er trekken ook wel wolkenvelden over en er kan lokaal een enkel buitje vallen. De temperatuur die ligt vanochtend zo rond de 15 à 16 graden. En verder waait er een matige zuidwestenwind bovenland die aan zee af en toe krachtig is. En dat is windkracht 6. Ook vanmiddag nog die stevige wind uit het zuidwesten. De temperatuur die loopt dan op naar zo'n 20 tot 21 graden op de meeste plaatsen. En er kan nog een enkel buitje vallen. Vanavond klaart het breed op. Als de zon ondergaat is het zo'n 17 graden. De wind die zwakt geleidelijk aan af en vannacht liggen de minima rond de 11 graden in het binnenland. Ook kan er een enkele mistbank ontstaan. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. Opnieuw zonnige perioden met misschien nog een enkele bui en smiddags temperaturen tussen de 19 en 21 graden. Er waait wel minder wind. En de dagen erna zien we de temperatuur alleen maar stijgen. Het blijft droog, vrijwel overal, en er zijn flinke zonnige perioden. Donderdag wordt het op veel plaatsen. Al zo'n 24 graden en vrijdag krijgen we waarschijnlijk zomerse warmte in het binnenland. Ook het weekende ziet er zonnig en vrij warm uit. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne maandag.